Voorzitter, dank u wel. Dat was een alleraardigste commissiedebat dat wij mochten hebben met de staatssecretaris met een hele leuke uitkomst. En het betaalt zich toch terug dat de staatssecretaris niet helemaal van de staat is, maar een gepromoveerd cultuurhistorica. Want zij heeft duidelijkheid gebracht in de vraag, staan er nu slaven op de Gouden Koets? En ze heeft duidelijk gezegd, er staan sporen op van onze culturele, van onze koloniale geschiedenis. Kortom, er staan geen slaven op de Gouden Koets. Dat is nu voor eens en voor altijd duidelijk. Jarenlang werd er gehetst en werd er van alles geroepen. Er staan geen slaven op de Gouden Koets. Er staat de stedemaagd van de Hollandse maagd. Het is een symbool van verheffing. Het is prachtig. Kortom, de Gouden Koets kan weer gaan rijden, want al dat gedram en al dat gehets is nu voor eens en voor altijd naar het Rijk der Fabelen verwezen. De Kamer gehoort de beraadslagingen, overwegende dat uit het debat met de staatssecretaris van OCMW is gebleken dat er geen slaven staan afgebeeld op de Gouden Koets. Van mening dat de Gouden Koets een belangrijk onderdeel is van ons nationale erfgoed, verzoekt de regering voortaan de Gouden Koets weer in te zetten op Prinsjesdag en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel. Dan zijn we aan het einde van de termijn van de...